Jomis. Ja, dat is hier. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty en Black Ops 4 video hier op mijn kanaal Ras Game. Vandaag spelen wij een Team Deathmatch potje, zoals je zelf ook al kan zien. En ik gebruik de KN57 Assault Rifle met daarop de Tritium Sight, met daarop de Quickdraw om natuurlijk sneller in te zoomen en met daarop de stok, zodat we eigenlijk ingezoomd heen en weer kunnen gaan lopen. En ik moet je zeggen, de stok is eigenlijk wel een van die attachments die je echt moet gebruiken op Assault Rifle. Wil je iets kunnen doen, want je wil in deze game eigenlijk heel snel heen en weer kunnen bewegen. En via de stok kan jij ingezoomd heel erg snel heen en weer bewegen. Waardoor dus de enemies moeilijker je kunnen raken. Ik ben dood, er zit er een naast me ergens. Ik heb geen flauw idee waar, ik loop gewoon rustig door. Ik ga hier gewoon liggen. Ik werd keivol gestunt. Hij zit daar. Ah, en ik heb hem ook nog. Oh, in mijn rug. Nee! Hij kwam daar niet meer weg, joh. Ik gebruik ook de Rieke Specialist. Daarop heb je natuurlijk een dart die je kan schieten. Een sensor dart. En daarmee zie je eigenlijk binnen de range van die dart waar de vijanden zitten. Dus als ik hem daar schiet, hop, dan zie je bijvoorbeeld dat een enemy hier rechts om het hoekje zit. En er zit ook een enemy links om het hoekje. En ook een enemy rechts om het hoekje. Zo, ze hebben er zin in hier. Dus dat is sowieso super chill om te gebruiken. Ik wist dat je ergens was, bro. Ik wist echt totaal niet waar die was. Maar ik wist wel dat die ergens zat. Dus ik ging eigenlijk gewoon even een kijkje nemen daar. Oh, die body armor. Pas op voor hem. Altijd uitkijken voor mensen met body armor. Want je moet namelijk eerst dan door die body armor heen schieten. En dan pas kan je echt op de vijand gaan schieten. Dus let daar altijd goed op. Lekker bezig. 200 puntjes erbij. Rennen we snel weer naar de andere kant. Ik denk namelijk dat ze hier rechts moeten gaan komen. Ik zou het nu ook heel veel niet weten als ik eerlijk ben. Oh, hij had mij bijna, joh. Hij schoot niet op mij, hè, die gast. Hij schoot op mijn teammate, maar hij killde bijna mij, joh. Achter me. Oh, die was heel scheef van me. Kut, nog één. Nee, teammate, ik kan niet. Hij kreeg me niet gekild, joh. Oh, prachtig, joh. Prachtig. Dat vond ik even leuk, joh. Het lukte hem gewoon totaal niet daar, namelijk die vijand. Als je je reload wil cancelen, dan kan je niet meer simpelweg sprinten, zoals wel in de vorige Call of Duty kon. Maar de enige manier om je reload te cancelen is door driehoekje heel snel achter elkaar in te drukken. En dat is voor mij nog even wennen. Want eigenlijk, vroeger ging ik altijd gewoon sprinten. En op het moment dat je ging sprinten, was je reload gecanceld. Maar dat werkt niet meer. Je moet nu echt driehoekje indrukken. Dat is zoals ik daar deed. Maar ja, daar staan er twee enemies naast me. En dan pas kan je je reload cancelen. Dus hou daar goed rekening mee natuurlijk als je de beta speelt. Het is namelijk wel een opletpuntje waardig. Ik wil niet te frontaal inrennen. Puur gewoon omdat ik een AR heb. Ik blijf er heel veel staan. Ik weet dat er drie mensen voor me staan namelijk. En ik durf nu niet door te gaan eigenlijk. Ik durf niet verder. Hij zit achter dat. Hij zit eigenlijk achter. Oh, die gaat sowieso dood. Kom op, team. Hij zit er nog steeds achter. Hij is neer. Nu spannen ze sowieso hier. Yep, daar heb ik er één. Dus er komen er sowieso meer aan. Let op. Dat is een goede plek waar hij naartoe gaat. Dat is een goede positie. In mijn rug. Jammer. Ik heb nu wel mijn echte specialist gehaald. Dat is natuurlijk de enige echte Vision Pulse. En op het moment dat ik die activeer, kan ik eigenlijk iedereen door de muren heen zien. Kijk maar hier, daar kan ik ze gewoon mooi zien. Dan kan je natuurlijk op die manier ook weer mooi killen. En dat werkt uitstekend, kan ik je zeggen. Teammates die killen iedereen, krijg ik gewoon puntjes voor. En je weet nu dus gewoon precies waar ze zitten. Ik heb hem wel een beetje verspild, als ik eerlijk ben. Ik had hem namelijk beter kunnen inroepen op een manier. Maar dat is helaas niet gelukt. Er zit er hier nog eentje. Hij is weggerend, zag je hem? Ojo, mijn teammate die werd daar even hard gepakt. Die vijven en dan gaan we weer verder. We zitten allemaal nu in het midden van de map, dus ik hoop dat ik in hun rug kan komen. En ze hebben extra AP. Die gele balk die geeft aan dat ze extra AP hebben. Dus bovenop de 150 hebben ze dan in totaal 200 AP. Dat wordt door middel van een gele balk aangegeven, dus let daar ook natuurlijk goed op. Ja, ze gaan naast me komen hoor. Oh, kijk. Hij rent door, dan gaat hij sowieso hier komen, let op. Als hij door blijft rennen, komt hij hier links nu.
Oh, hij heeft me nog geraakt ook hoor. Oeh. Als die man had, dan had ik een beetje heel erg gebaald, kan ik je zeggen. Even zijn sensor dart schieten, want ik denk dat ze hier spannen. Ja hoor. Goed bezig, lekker bezig. Nou, hij zit er nog eentje, maar ik moet eerst die vijven. Eerst healen en dan pas kunnen we weer verder gaan. Lekker, eerst healen. En ik ga er gewoon voor. Ik heb hem, let's go, attack chopper. Alleen helaas, pindakaas zit het potje er bijna op. Dus ik heb niet meer veel aan die attack helikopter. Maar... nog wel een dubbel kill. Ik heb hem wel gehaald. Lekker hoor. 70 punten van de 75 10 punten hebben wij nu binnen. Dus nog 5 kills moeten we maken. En dan hebben we het potje gewonnen. Het is ook zo dat Treyarch ook heeft gezegd dat ze sowieso de puntenlimiet waarschijnlijk in die netmatch gaan verhogen. Dus in plaats van dat het dan tot de 75 gaat, zal het waarschijnlijk tot de 100 gaan. Wanneer die verandering gaat plaatsvinden, weet ik niet precies. Maar ze hebben wel door dat de potjes redelijk snel allemaal voorbij gaan. Dus die puntenlimiet zal wel verhoogd worden. Wie maakt de laatste kill, jongens? Die hond. Nee, iemand anders. Die hond die redt zo onwijs snel, joh. Daar ben ik echt altijd bang voor, gewoon. 33-4 is mijn eindscore. Nou, dat is gewoon een heerlijk potje natuurlijk die we hebben gespeeld. En iemand anders heeft een killcam met zijn ICR-7 is dit wapentje. Assault Rifle wel te verstaan. Hij heeft 1 kill met een headshot. Komt hij waarschijnlijk in zijn rug. Ja hoor, en daar pakt hij de tweede. Oh, en de derde? Pakt hij ook de derde? Dat weten we nooit meer. Ik speel er nog een potje achteraan, dus ik hoop jullie ook weer te zien in game 2. Hier zitten we in natuurlijk potje nummer 2. Dit is op de map Gridlock, wat ik zelf ook wel een fijne map vind. Maar wel een map met heel erg veel head glitches. Dus daar moet je ook natuurlijk heel erg goed rekening mee houden. Maar als je er een beetje op let, dan moet het al natuurlijk wel goed komen. Even mezelf healen. Er zit volgens mij hier een links, of niet? Oh nee. Jawel. Ah, hij zit boven. Ah, ik wist even niet meer waar die stond. Ik zag iemand op mijn minimap staan, maar waar die precies zat. Geen idee gewoon. Er zitten nog twee beneden. Waarvan er nu eentje geraakt is, maar niet dood is helaas. Dus de vraag is, waar gaat hij naartoe? Komt hij terug of loopt hij om? Ik denk... achter me! Teammate! Dankjewel! Nee, nog één! Teammate! Oh my god! Wat gebeurt hier allemaal, joh? Wajo, waar komen ze allemaal vandaan? Oké, sensor dart heb ik helemaal naar de andere kant geschoten. Dus laat goed opletten. Hij zit weer boven, hij zit weer boven, hij zit weer boven, hij zit weer boven. Wajo, thanks voor het redden van mijn leven, bro. En dan komen ze... ze zitten weer boven. Oh, nee, joh! Het is altijd zo lastig om ze daar te killen. En ik denk ook dat het handig is als Treyarch veel van die headglitches die erin zitten op dit moment verlagen. Zodat het dus niet meer zo'n enorme headglitch is als het nu is. Want hoe noem je dat? De, zeg maar, muurtjes waar je achter kan staan, waardoor je dus een headglitch krijgt. En waardoor enemies alleen maar je hoofdje zien, maar de enemy jou nog wel kan raken. Dat is, wordt meer veroorzaakt. Dat wordt meer veroorzaakt doordat ze gewoon net iets te hoog zijn. En natuurlijk ga je erachter staan, puur gewoon omdat het gewoon sterk is. Want iedereen die wil de kills graag hebben. En als je daarvoor een headglitch kan gebruiken om een aantal extra kills te maken, waarom niet, weet je? Dus kijk, deze is al laag, zie je? Kijk, hier kunnen ze mijn hele borst zien. Maar bijvoorbeeld die daarboven, als ze daarachter gaan staan, wat nu dus ook iemand gaat doen, dan kan je letterlijk, maar ook echt letterlijk, alleen maar hun hoofdje zien. Dus dat is iets wat ik hopelijk ga zien dat ze ook gaan veranderen. Maar dat is natuurlijk ook nog even afwachten. Ik denk dat ze weer achter me gaan komen. Oi, yo, yo, yo. Ik wist niet dat ze er al stonden. Ze stonden blijkbaar al achter me. Even mijn hellstormpje gooien. Sowieso één killetje. Hoppatee. Ik vind het helemaal mooi. En er staat hier ook weer eentje aan de zijkant. Ik denk dat mijn sensor dart hier even schiet. Dan weten we namelijk wanneer er eentje achter ons gaat komen. Teammate doet zijn RCXD midden in de map, jongen. Wat een gek. Oi, yo, 3 AP over. Oh, nu bij 3 AP over. Hoe dan ook. Teammate, pak hem, bro. Achter me zit ze ook. Ik heb niet de punten gekregen voor die kill, maar hij is wel dood daarboven, dus dat is goed. Ja, dan ga je dood, ja. Helaas. Er zitten 2 sensor darts. Mijn teammate die heeft dus ook de recon aan. Die weet pakken, maar hij staat op de map. Woe! Ik wil je naar boven, ik wil je naar boven, ik wil je naar boven.
dat is jammer dat hij een submachine gun heeft. Oh, ik had misschien dan wel beneden moeten blijven, hè. Maar ja, weet ik veel dat hij natuurlijk naar boven gaat. Dat kan ik ook niet ruiken, helaas. Oh, dat was jammer, joh. Ik ging eigenlijk naar boven om die enemy te ontwijken. Toen kwam hij zelf naar boven. Achter ons. Lekker jongens, GG. Moet echt heel goed je minimap in de gaten houden. Waarschijnlijk komt er zo meteen eentje hier vandaan. Ik blijf heel veel staan wachten. Ik wacht tot ik mijn sensor dart heb, want ik vertrouw er niks van. Ja, zie je wel. Ik zei het zelfs al. Oh, ik kreeg een loop super Mars, dus een war machine. Ik wist dat ze in onze rug gingen komen. Ze stond er ook al een beetje op te wachten. Misschien een beetje noep om te doen, maar... Ik schiet hem even daar neer. Af en toe is het wel nodig. Lekker jongens. Zit er nog eentje erachter. Er zit er nog eentje achter. Ik doe even mijn vision pulse aan. Nice. Nice. Dan ren ik snel door. Zij rennen hem. Oh nee, hij komt terug. Oeh, hij komt terug. Dan heb ik sowieso weer een UAV'tje die we goed kunnen gebruiken. Boy, yo bro. Pas op hoor jongen. Ze zitten hier nog. Oh, dat is een enemy. Ik dacht dat mijn teammate was. Oh, dat was een dikke faal. Oh, dat was een dikke faal. Volgens mij heb ik letterlijk mijn team dood laten gaan daar. Sorry. Als jij daar dood bent gegaan door mij. Maar ik dacht serieus dat het mijn teammate was joh. Ik heb sowieso een hellstormpje binnen. Die wil ik eigenlijk meteen inroepen. Ja, lekker. Kom op. In het midden, in het midden, in het midden. Dat was op de brug. Nee. Ik liet hem ontploffen op de brug en de enemy stonden eronder. Dus die is helemaal verspild gewoon. Zo, die is niet verspild. Dankjewel, teammate. Uitkijken hier. Daarom dus. Staat er nog eentje hier? Gewoon schiet, doekje omkomen. Nee! Oh, ik dacht ik ga terug. Ik fuck hem gewoon. Ik doe er gewoon mijn best ervoor. Pak ze naar boven. Ik schiet de sensor dart. Ze zitten allemaal naar boven. En ook beneden. En ook naast me. Wat gebeurt hier? Ik moet healen. Ik moet nog een keer healen. Links. Pas op jongens. Ik denk dat iedereen nu dood is. Oeh. Dan komen ze sowieso hier weer uit hoor. Pas op hier. Zit die boven? Nee. Het is echt onwijs druk dit potje. Lekker bezig teammate, let's go bro. Ik heb nog een UAV. We moeten nog 4 kills maken, dan zit het game er alweer op. Dan is het alweer afgelopen helaas. Hoppatee, nog puntjes erbij. Even healen. Nog 1 kill en dan zit het potje erop. Lekker hoor. Woe! Het is een lastige map vind ik deze map Gridlock. Maar qua indeling vind ik hem wel weer leuk. Het is even goed wennen denk ik. En het middelpunt is echt gewoon het allerdrukste punt van die hele map. En op het moment dat je in het midden staat, moet je opletten dat niemand achter je komt. Niemand in één keer naast je komt. Maar als je dat een beetje in de gaten houdt, dan kan je echt hard de enemies daar domineren. Dus we beginnen lekker. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. 2 puntjes gespeeld met de KN57. Super chill wapen om te gebruiken. En ik raad er echt aan om er stok op te zetten. Want stok is er heel, heel erg fijn bij. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support. Super dope dat jullie erbij waren. Vergeet niet! Kaart op een duimpje omhoog te rammen als je het leuk vond. En hopelijk ook weer zoals altijd. Tot de volgende keer. En onze eindscore was 33-6. Bye bye mensen.